Hallo en welkom bij een nieuwe video van Luca Campagne. En ik moest even poepen. Maar nu gaan we weer doorlezen waar we gebleven waren. Ik lees nu uit het boek van wilde dieren in Afrika, dus. En nu ook, ja. Ik weet waar we zijn gebleven hoor. Sommige woestijnbewoners beschikken over vindingrijke. Sommige woestijnbewoners beschikken over vindingrijkere manieren om water te vinden. Om water te vinden. Koudbloedige dieren zoals insecten en reptielen koelen 's nachts af, waardoor hun lichaam 's morgens kouder is dan de omringende lucht in de Namibwoestijn. In de Namibwoestijn hebben ze geleerd hoe ze in hun voordeel kunnen gebruiken. Dat was een berichtje. Dieren die heel verschillend zijn, zoals kevers en slangen, gaan op de duintoppen liggen waar de vochtige zeewind ervoor zorgt dat er kleine waterdruppels op een koele lichaam condenseren. Dit water drinken ze op. Voor sommige vogels maakt de behoefte aan een regelmatige, bijna dagelijkse watervoorraad het leven heel moeilijk. Maakt het leven heel moeilijk voor vogels die bijna dagelijkse watervoorraad. Het zandtoen vliegt tot 75 kilometer per dag om de verschillende waterplaatsen te bereiken. Oude vogels zetten hun even de bladzijde omslaan hoor. Oude vogels zetten hun borstveren op in het water.
zodat er druppels in blijven hangen. Ze vliegen dan naar een jongen die aan de natte veren zaten, die aan de natte veren sabbelen. Koel blijven is een ander belangrijk overlevingsmiddel. Voor woestijndieren, ze moeten ofwel ontkomen of zich aanpassen aan de hoge dagtemperaturen. Daarom zoeken de hoogontwikkelde addaks en de geitachtige steenbok van de Sahara rotsachtige gebieden op waar regels en grotten beschutting kunnen geven tegen de hete zon. Kleinere dieren, zoals de kaapshaas, vinden onder een kleine struik al voldoende schaduw. Waarbij ze met de zon en de schaduw mee steeds van plaats veranderen. Dieren die in de woestijn leven op plaatsen die geen geologische of plantaardige beschutting bieden, begraven zichzelf gewoon in het zand. Insecten, hagedissen, slangen en knaagdieren hebben ontdekt dat ze relatief koel en veilig zijn als ze zich een paar centimeter onder de hete oppervlakte begraven. Er zijn andere voorbeelden van evolutie die tot dezelfde overlevingstechnieken hebben geleid. Een grote lichaamsoppervlak zorgt ervoor dat een dier meer lichaamswarmte kan verliezen. Veel woestijndieren hebben grote oren met veel oppervlakkige bloedvaten. Die oren kunnen het dier wat koelte toewuiven. De mooie gestreepte kreeftzebra bijvoorbeeld heeft grote ezelachtige oren. Kleinere voorbeelden zijn de springmuizen. Knaagdieren met grote oren, de woestijnvos en de toepasselijke genaamde vleermuisoorvos. De laatste maakt ook van zijn grote oren gebruik om te jagen en de springmuizen om hun vijanden te horen komen. Ook de kleur is een belangrijke
Ook de kleur is een belangrijke factor in de evolutionaire zoektocht naar koelte. Lichte kleuren die de hitte reflecteren, komen bij veel woestijndieren voor. Van de spiesbok en de aardaks in de Sahara via veel woestijnvogels tot de witte ladyspin, tot een witte ladyspin van de Namib. Van de Namib. Van de Namib. En de Namib. Van de Namib. Moeilijke zin, hoor. Dus even geduld. Van de Namib. Van de Namib woestijn. Van de woestijn. Een lichte kleur dient ook als schutkleur. Een andere ontdekking die gedurende de miljoenen jaren van evolutie door diverse woestijnbewoners is gedaan, is dat de lucht zelfs enkele centimeters boven de grond al veel koeler kan zijn dan het gloeiend hete zand zelf. Zo zorgen de lange poten en de lange hals van de kameel ervoor dat het dier zich hoog en koel kan bewegen. En het is opvallend dat zelfs de mieren een methode hebben ontwikkeld om hoog op hun gestrekte pootjes lopen, waarbij ze hun lichaam verticaal houden, zo ver mogelijk van het hete zand af. De wit gekuifde zwarte tapuit in de steenachtige woestijn van in de steenachtige woestijnen van Noord-Afrika bouwt stenen torens in de schaduw van een struik waarop hij boven de grond zijn nest bouwt. Hoe een dergelijk ingenieus idee om aan de hitte te ontsnappen zich heeft ontwikkeld, weten we niet. Maar we kunnen er wel bewondering voor hebben. Dat was mijn video. Doei!